Mijn president. Ja man, pres, ik vind het al natuurlijk een belangrijkheid voor mij dat mijn president, zijn excellentie Delano Desiree Bouterse, die gelegenheid heeft gegeven om hem mijn tweede boek aan te bieden. Meneer Polak, u heeft zojuist een boek overhandigd aan het staatshoofd. Om welk boek ging dat precies? Om een boek dat eigenlijk het praktijkrijden in het verkeer verwoord is in een boek. Dus je kunt makkelijk zeggen, praktijk motorrijtuigen onderricht. Er zijn geen boeken eerder uitgebracht. Ik heb dat natuurlijk geprobeerd na te kijken, na te checken. En ik heb nergens één gevonden. Stellig hebben mensen, de Surinamers, wel stencils gemaakt. Dus dat kan. Maar er is geen boekwerk. Er is geen motorrijtuigenonderricht in boekvorm gegoten. Maar waar denkt u dat de eerdere informatie dan kwam die in stencil is uitgebracht? Stellig, het maken van een stencil is eigenlijk een model waar je zo snel als mogelijk informatie wil verstrekken aan jouw leerlingen of aan mensen. En dan is dat een bepaald model dat te gebruiken is. Maar het is niet te vergelijken met een boek. Een boek, daar ga je uit van een stukje kennis waar je zeker van bent, gebaseerd op wetten, op regels die gelden. Ja, als ik ben zelf rijschoolhouder en rijinstructeur, dus was het voor mij makkelijk om het te doen. En ik moet eerlijk zeggen dat onze lieve Heer me die kennis heeft laten vergaren en heeft me ook de kracht gegeven om die boeken te schrijven. En het zijn twee boeken, het theoretisch gedeelte en net is uitgebracht het praktisch gedeelte. Hoe lang bent u bezig geweest met het voorbereiden van dit boek? Het tweede boek. Het tweede boek heeft amper 2-3 maanden geduurd. Ja. Het eerste boek, ga ik u eerlijk vertellen, daar heb ik een jaar over gedaan. Waarom? Omdat het maquette gedeelte, de maquette lessen, niet alleen verwoord moesten worden, maar die maquette oefeningen, die moesten ook erbij getekend worden. En die combinatie heeft toch wel een jaar geduurd. Omdat ik het ook alleen gedaan heb. En ik ben geen digitale deskundige. Dus vandaar het zo lang geduurd heeft. Ik denk dat we weer een trapje hoger gaan. Omdat dit soort materiaal ontbreekt en het is een belangrijke bijdrage wanneer we kijken naar wat om ons heen gebeurt en laten we ons toespitsen op het autorijden in zijn algemeenheid en de vele brokken die nog steeds gemaakt worden. Mogen dit wat ik hier op papier heb gezet, ondersteund door onze mensen in de praktijk, een bijdrage leveren dat we de taferelen die we regelmatig op de voorpagina zien van bepaalde bladen, dat het minder wordt. Bedankt, God bless en bedankt namens de hele Surinaamse gemeenschap. Ja, akkoord.